Ja, ik kwam hier binnen en ik werd heel goed ontvangen door iedereen. Dus ja, het lijkt mij inderdaad een warme club. Ik had het al van verschillende mensen gehoord en ik denk ook wel dat zo is. Met Hervé heb ik begin samengespeeld, net zoals met Stijn. En ook met Thomas Kaminski heb ik in de jeugd samengespeeld. Dus ja, dat vergemakkelijkt de integratie wel natuurlijk. Ja, vooral de befaamde tribune hier achter de goal is berucht in België. En ja, de sfeer is hier altijd zeer goed. Dat weet ik van hier te komen spelen. En ja, ik denk wel dat een leuk avontuur kan worden. Ja, ik wil gewoon proberen om mezelf te bewijzen en ja, proberen een langere periode te kunnen spelen. Maar ik besef ook wel dat in deze ploeg niet zo gemakkelijk zal zijn, want er zit heel veel kwaliteit in. We hebben er ook al een paar keer tegen gespeeld en daar kwam dat ook uit de verf. Wat moet onze ambitie zijn als club, als KV Kortrijk, voor de rest van het seizoen? Eigenlijk gewoon match per match kijken en zo proberen ja, elke keer te winnen. Kan misschien niet altijd lukken, maar we moeten er wel alles aan doen. En ik denk dat de voornaamste ambitie is van mezelf en ook van de club.